Kijk eens bij wie ik ben. Ons eten is er. Heel veel mensen denken dat Putri mijn achternaam is. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag 2 december. Het lijkt alsof ik toch vlogmas ben gaan doen, maar dat is niet het geval. Toevallig heb ik vandaag ook de camera bijgepakt, want ik heb iets leuks op de planning staan. Ik ga namelijk met iemand afspreken. En het is echt al best wel lang geleden dat ik met de trein bewust naar iemand toe ben gegaan. Vanochtend ben ik ook nog wezen sporten en ik ben me nu klaar aan het maken zoals je kunt zien. Ik ga mijn haar eventjes stylen en dan moet ik er alweer zo vandoor. Ik heb deze week echt ontzettend intensief gesport. Om precies te zijn 3 dagen achter elkaar. Mijn lichaam is dat niet gewend. Dus ik ga nu rust nemen en dan pak ik het ergens volgende week weer op. Ik heb ook niet normaal veel spierpijn. Oh, ik ben dit niet gewend. Maar op de een of andere manier voelt het wel goed. Kijk eens bij wie ik ben. Jojo. Zo, maar daar ook echt zo lang geleden. Langer dan een jaar. Dat is niet normaal. Ja, ik ben er gewoon stil van. Ja. Maar het is wel ook gewoon niet eens wanneer de laatste keer was. Nee, dat kan me ook niet eens herinneren. Geen idee. Maar we zijn weer herenigd. Ik heb kleine Reefje ook weer eens gezien daar al heel lang. Maar die dacht echt, wie ben jij? Wat doe jij hier? Maar ik vind het wel leuk om hier weer te zijn. Ja, dat ik je weer eindelijk kan zien en lekker bijkletsen. We hebben lunch besteld, dus ja. Dat komt straks ook binnen. Oh, die zit er al heel lang in. Gatsen. Dan moet je... Wil je al toevallig die? Ja, doe maar het zakje erin. Oh, hij is heel donker nu. Ik ben echt zo ploep ploep klaar. Maar ja, same. Heel vaak zeggen mensen, dit is echt vet random, maar... Heel vaak zeggen mensen toch dat je je thee 3 minuten in moet leggen. Nee, godverdamme. Ja, precies. Maar deze zit er nu wel echt lang in. Hij is echt donker. Ja. Maar nou, dat was ons gesprek van vandaag. Maar jullie weten het misschien al als jullie Rebecca volgen. Maar er is een tweede opkomst. Ja. Oh, dus daar ben ik heel blij om. Dus ik heb een kaartje die ergens op de grond ligt. Ja, Reefje heeft hem. Ik loop even erheen. Kijk. Hij is wel heel cute. Kijk hoe cute. Uithalen. Ja, dat is goed. Maar wij gaan even lekker chillen. Ik vond het wel leuk om vandaag vast te leggen dat wij saampies zijn. Mijn ex, oh my god, dat kan eigenlijk echt niet, hè? Nee, maar dat als sloffen, als... Je zeg maar als sloffen. Mee naar buiten. Niks uit, Wij gaan gewoon even lekker chillen en update ik later weer. Joejoe. Ons eten is er. Ik heb een sandwich en patat. En jij hebt een niet zo gezonde salade. Ja. Salade, niet gezond. En een broodje erbij. Ja, dat vind ik echt niet lekker. Dus we gaan even lekker eten. Het is inmiddels alweer de volgende dag. En ik heb gisteren niet heel veel gefilmd bij Rebecca. Want ja, we hadden echt wel behoefte aan een beetje quality time. Gisteren had ik toevallig een aantal pakketjes weer binnengekregen. Ik had natuurlijk in mijn vorige vlog ook al een unboxing gedaan. Ja, dit had ik eigenlijk niet verwacht. Want het zijn PR pakketjes. Op 1 pakketje na, want dat heb ik zelf besteld. Ik vind het zelf echt super leuk om video's te kijken waar mensen dingen in uitpakken. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Oeh. Wat leuk. Oh, ziet er zo kerstig uit. Dit is van die M-Bar. Oeh. We hebben hier een pasjeshouder met mijn initialen. Een telefoonhoesje. Oeh, nice. En een hoesje voor mijn AirPods. Het matcht zo goed met elkaar. Ik ga hem gelijk op mijn telefoon doen, het hoesje. Ja, dit is zo mooi. Heel veel mensen denken dat Putri mijn achternaam is. Maar Putri is mijn tweede naam. Dus dan weten jullie dat ook. Sommigen van jullie wisten dat al. Maar ja, ik krijg vaker te horen dat mensen denken, oh, ik dacht dat het je achternaam was. Nee, dat is het niet. Dus, oeh. I'm happy. Ik heb zelf iets besteld bij Decenio, want ja, het valt waarschijnlijk al op. Ik heb het gedeelte wat boven mijn bed staat veranderd. Ik had eerst andere dingetjes hier hangen, maar ik was daar een beetje op uitgekeken. Dus ik dacht, ik ga een lijst ophangen. Alleen deze print heb ik al heel erg lang.
En ik had gewoon behoefte aan een nieuwe print. Dus ik heb een nieuwe print daarvoor besteld. We hebben hier een print met palmbladeren. Hier zie je natuurlijk ook een palmblad. Maar dit is wat natuurlijker. Dat gaat meer met het thema van mijn slaapkamer. En dan heb ik nog twee kleine prints. Ik heb nog verschillende lijsten. Dus ik ga het gewoon eventjes afwisselen. En dan heb ik twee PR-pakketjes van L'Occitane en Mooi. Oeh, ik heb nepwimpers ontvangen. Nice. We hebben drie verschillende. Oh, dit is zo leuk. Ik zie hier twee mokken en een product. Ik zie hier ook staan een collab die je deze winter opwarmt. Bij aankoop van €25 ontvang je duo mokken en een kussenmis van L'Occitane. Nice. Dus als je bij L'Occitane €25 besteedt, krijg je dit als cadeau. Super leuk. Die mokken zijn adorable. Dat leuk, oké. Okay. Dat was de unboxing. Het was niet helemaal de bedoeling, maar ik heb mijn kamer een makeover gegeven. Niet zo lang geleden heb ik nog een roomtour gefilmd, maar ja, ik had gewoon zin om mijn kamer hier en daar wat te veranderen. Ik heb mijn bureau een andere plek gegeven. Ik moet dit nog een beetje opruimen, maar eerst stond hij tegen die muur aan. Maar nu staat hij hier en dit staat nu daar. En ik heb even hier een spiegel geplaatst. Deze spiegel stond eigenlijk eerst in de woonkamer. Maar nu heeft hij hier eventjes een plekje gekregen. Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst heb gefilmd. Want soms heb ik van die dagen dat ik de hele dag door wil filmen. En heb ik veel te vertellen en zo. En soms heb ik van die dagen dat ik heel erg op mezelf ben. Dat ik aan het focussen ben op de dingen die gedaan moeten worden. Vandaar dat er niet echt zo'n regelmaat in mijn vlog zitten. Ik heb momenten dat ik er helemaal in zit. En ontzettend enthousiast ben om de camera erbij te pakken. Maar ik heb ook momenten dat ik gewoon echt even de tijd voor mezelf wil nemen. En naast dat ben ik echt ontzettend kritisch van wat ik wel of niet leuk vind om in een video te verwerken. Ik dacht, oh, misschien is het in het begin wel leuk om regelmatig in december te gaan vloggen. Maar ik merk dat het toch nog wel een beetje veel eisend voor mezelf is. Dus ik ga gewoon met mezelf afspreken dat ik de camera erbij pak wanneer ik er zin in heb. En ook niks ga beloven. Dit jaar was sowieso niet mijn beste jaar omtrent YouTube content. Ik zat er gewoon niet in. En ik hoop echt dat ik aankomend jaar veel meer energie heb om content te gaan maken. Want dat wil ik ook. Maar dit is gewoon een beetje, ja, een afsluiting voor 2020. Maar oké. Okay. Voor nu ga ik deze vlog afsluiten. En ik hoop jullie snel weer te zien bij de volgende video.